Voorzitter, iedereen in Nederland, of je nou gelooft of corona heel gevaarlijk is of niet, of je nu gelooft dat de vaccins werken of juist gevaarlijk zijn, iedereen voelt dat heel veel dingen van het gevoerde beleid niet kloppen. Dat ze onlogisch zijn, inconsistent, vaak tegenstrijdig en niet uit te leggen. Toen premier Rutte werd gevraagd waarom de supermarkten om 8 uur al dicht moesten, zei hij, ik zou het niet weten, maar we hebben het de vorige keer ook zo gedaan. En ook Van Dissel die gaf zo'n antwoord toen hem gevraagd werd waarom die derde prik dan wel weer zou gaan beschermen. Dus hij zei, het korte antwoord, dat weten we nog niet. En toen kwam er een of ander half vaag betoog uit waar niemand touw aan vast kon knopen. En ik hoor om me heen heel veel mensen die ook die eerste twee prikken hebben genomen, zoals heel veel mensen hier. En die nu zoiets hebben van ja, zonder met dit soort onderbouwing, eigenlijk geen onderbouwing, waarom zouden we die derde prik gaan nemen? En dat is terecht. En er zijn ook heel veel mensen die hebben besloten die derde prik niet te gaan nemen. Juist ook door dit soort dingen. En dat is heel goed. Hopelijk is dit het moment waarop heel veel mensen nu massaal gaan wakker worden. Dat dit namelijk nooit meer voorbij gaat. Dat er altijd weer nieuwe rondes van prik en prik en prik gaan komen. En dat dit beleid niks te maken heeft met volksgezondheid. Dat moet nu toch wel een keer duidelijk zijn. Ik noem enkele voorbeelden. Voorbeelden die iedereen heel vaak... Er zijn altijd van die gesprekken die je voert met elkaar. Van waarom gebeurt dit nou, waarom gebeurt dit nou? Niemand snapt het. Waarom moet de horeca steeds dicht als daar geen besmettingen zijn? Nauwelijks, volgens het RIVM zelf. Waarom is er zoveel paniek om die Omicron-variant, terwijl alles erop wijst dat die milder is, dat de klachten die er zijn, keelpijn, hoofdpijn en een verstopte neus zijn? Waarom worden de winkels vroeger dichtgedaan, waardoor dan mensen juist geclusterd gaan winkelen en je dus, als je gelooft in het gevaar van dit virus, mensen juist dichter bij elkaar krijgt? En waarom wordt de IC-capaciteit dan alsmaar niet vergroot? Al 2 jaar lang. En waarom is er in september een plan afgewezen om 100 extra IC-bedden te realiseren door het ministerie? Deden we toch voor de zorg? En waarom hebben we nu meer ziekenhuisopnames en meer besmettingen dan vorig jaar? Terwijl er nu volgens de minister 85% van de bevolking geprikt zou zijn. Waarom vertelt Van Dissel vanmorgen in de technische briefing dat het Janssen-vaccin het meest effectief blijft, maar kiest de minister ervoor om nu juist dat vaccin niet in te zetten als booster? Natuurlijk, wij geloven überhaupt niet in de effectiviteit van die vaccins, maar jullie wel. Waarom kiezen we dan... Dit is toch totaal niet uit te leggen? Dat is toch allemaal heel erg raar? Laat dit nou eens een keer bezinken, de afgelopen 2 jaar, wat er allemaal gebeurd is. Dit is toch allemaal niet uit te leggen? Is deze regering compleet incompetent? Niet in staat om logische afwegingen te maken? Of speelt er iets anders? Dank u wel. Er is een interruptie van mevrouw De Vries, VVD. Gaat uw gang. Ja, want voorzitter, een heleboel woorden over wat allemaal niet uit te leggen is en wat anders had gemoeten. Wat ik niet uit te leggen vind, is dat Forum blijkbaar een illegale kerstmarkt organiseert. Ik vind dat eigenlijk persoonlijk nogal een schoffering van alle ondernemers die gewoon dicht zijn gegaan. En ik begrijp dan niet hoe u dat kunt uitleggen. Heer Janssen. Nou, mevrouw de voorzitter, ik vind het eigenlijk een schoffering dat de VVD al die ondernemers heeft gedwongen dicht te gaan. Want zo is het. Die ondernemers kiezen er niet voor om dicht te gaan. Ze worden gesloten door uw partij en D66 en het CDA en de ChristenUnie en alle andere partijen die eraan meewerken. Dat is pas een schoffering. Mevrouw de Vries. Maar voorzitter, dan vraag ik me echt af waarom Forum blijkbaar denkt dat ze boven de wet staat, boven de regels. Je kan het helemaal niet eens zijn met de regels die hier gemaakt worden in dit parlement. Maar blijkbaar trekt u zich er gewoon helemaal niks van aan. En voorzitter, ik vind dat niet eerlijk richting al die ondernemers die wel netjes gewoon de regels opvolgen. En ik vind dat als de burgemeester daarna vraagt om dan niet dit door te laten gaan, dan vind ik het ook nog een keer een schoffering van de handhavende macht om dat dan niet te doen. Heer Janssen. Ja, u kunt dat een schoffering vinden. Graag via de voorzitter. Oh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de Vries kan dat een schoffering vinden, maar nogmaals, uw beleid zorgt ervoor dat deze mensen niet open kunnen. Wij roepen juist iedereen op om open te blijven. Al deze ondernemers zouden gewoon het leven moeten vieren. Alle mensen zouden gewoon moeten doen wat ze willen. Want het slaat nergens op wat we aan het doen zijn. We hebben het over een griepvirus. Daar zitten we nu mee. Het heeft dezelfde mortaliteit als de griep. Het heeft dezelfde belasting op de zorg als de griep. Het vindt in hetzelfde seizoen plaats als de griep. Oktober, april. Alle kenmerken zijn hetzelfde. De symptomen zijn hetzelfde. We hebben het gewoon over een griepvirus dat verheven is tot een soort pandemie, terwijl het al sinds mei vorig jaar onder de epidemische grens is. Het slaat toch helemaal nergens op bij wie hiermee bezig zijn. Natuurlijk moeten die mensen zich niet aan de maatregelen houden. Dank u wel. Mevrouw Van den Berg, CDA. De
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil dat toch maar weer een keer een interruptie aan besteden. Want Forum roept gewoon op tot wetteloosheid. Daar komt het op neer. Laten we dat even concluderen. Maar ook de constatering, en ik zeg het gewoon opnieuw, want het is even erg als een griepvirus. Wij hebben al vaker aan Forum gezegd, als griepvirus hebben we nooit enige maatregel voor hoeven te nemen. Dat doen wij ieder jaar, doen wij de kwetsbaren vaccineren. En voor de rest gaat het leven dan aardig gewoon door. En de vergelijking dus dat corona hetzelfde is als griep, dat vind ik buitengewoon kwalijk. En ik zou toch echt oproepen om dat terug te trekken. Want als wij zeggen wij kunnen met hetzelfde resultaat, hebben wij dan dus door de samenleving open te laten. En dan is hetzelfde als griep. Maar dat is niet zo, want als wij niks zouden doen, dan zou de ziektelast en het aantal doden veel hoger zijn dan wat we doen, juist om de kwetsbaren te beschermen en de zorg open te houden. Dus ik zou nogmaals willen oproepen dat Forum stopt met dit soort onzinverhaal. Heer Janssen. Ja, het is dus wel een griepvirus. Hè? Het is een variant van een griepvirus. Een coronavirus is een soort griepvirus. Het is vergelijkbaar met een stevige griep. Als je kijkt naar het aantal doden, naar de bezetting op de zorg ook. Ook in eerdere jaren hebben we tegen code zwart aangezeten. Al die dingen. Dat komt natuurlijk door de structurele afschaling van de zorg die onder deze kabinetten heeft plaatsgevonden. Dus we hebben dit al heel vaak meegemaakt. Ook met het influenzavirus. En we zien het nu ook met dit coronavirus. Dus ja, wat dat betreft is het niet heel anders. En dat kan ook iedereen onderkennen. U hebt het ook laatst een keer zelf in de Kamer onderkend. De mortaliteit, of via de voorzitter, de mortaliteit van dit virus is gewoon hetzelfde als een stevig griepvirus. En ook als je kijkt naar de aantallen doden die in griepseizoenen zijn gevallen, in stevige griepseizoenen, komen identiek overeen met die nu in de coronaseizoenen zijn gevallen. Alleen we tellen ze gewoon door. En bij griepvirussen, traditioneel tellen we dat per seizoen. Maar als je dat optelt, kom je dezelfde cijfers. En dan zegt u, ja, oké, misschien is dat dan wel zo. Dat erkent u dan misschien. Maar dat komt omdat we maatregelen hebben genomen. Maar dat is een volstrekt niet onderbouwde stelling. Sterker nog, er zijn tal van wetenschappelijke papers die statistisch onderzoek doen naar verschillende locaties, cross-nationaal, waaruit blijkt dat dat niet zo is. Ook als we nu kijken naar Amerika, waar verschillende staten verschillend beleid voeren, daar is het zo dat Florida, wat gewoon open is, heeft minder besmettingen dan Vermont, wat totaal kapot geprikt is en iedereen zit daar thuis in een lockdown. Het is gewoon overduidelijk dat die maatregelen niet of nauwelijks, of zelfs averechts effect, zoals een Britse studie aantoonde, averechts effect hebben op het aantal doden en besmettingen. Dit is niet onderbouwd. Onderbouwt u dat dan in elk geval? Dank u wel. Ik wil nog één opmerking maken. Net in het interruptiedebat leek het erop alsof u een onwettige handeling zeg maar daartoe aanspoort. Ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Dat zou ook in strijd zijn met ons reglement van orde. Dus ik hoop dat dat een misverstand is en dat u dat kunt rechtzetten. Wij roepen op dat burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dat is wat anders, hoop ik. Want anders neem ik daar echt aanstoot aan dat u tegen de wet ingaat en tegen de regelgeving die we met elkaar hier democratisch hebben afgesproken. Ja, de wet is zoals die is en hopelijk kunnen we veranderen. Dank u wel. Dat is denk ik een netjes net antwoord. U gaat verder. Waarom denkt u dat Forum voor Democratie als enige keer op keer kan voorspellen wat er gaat gebeuren? Dat we keer op keer gelijk krijgen. Waarom denkt u dat wij voor de zomer wisten dat er weer een lockdown ging komen, terwijl half Nederland en jullie ook ervan overtuigd waren van, nou, nu is het toch wel voorbij. We hebben nu iedereen geprikt. Nee, dit was niet voorbij. Zo werkt het niet. Er komen gewoon weer lockdowns. We zitten gewoon weer in het volgende griepseizoen. Het was een complottheorie, maar nu zitten we er weer middenin. En ik ken zoveel mensen die dus ook voor de zomer dachten van, oké, ik neem die prik wel, want dan zijn we er vanaf. En die mensen zijn nu weer verbijsterd dat we weer in een lockdown zitten. Terwijl het is overduidelijk dat dat weer ging gebeuren. Dus ik wil ook een oproep doen aan die mensen. En ook een oproep aan u allemaal. Want die mensen hebben stelselmatig geloofd in deze regering. Ze hebben hun hoop gesteld op mensen die ze hebben misleid. En binnenkort worden ze weer opgeroepen voor een derde prik. Denk zelf na. U dacht wellicht de vorige keer dat het met twee prikken klaar zou zijn, maar dat is niet zo. Iedere keer hetzelfde verhaal. Nog 3 weken volhouden, nog 1 maand volhouden. We zijn er bijna uit. Nog 1 paar prikken. Het houdt niet op. Maakt u eerst uw betoog af? Ja? Ja, dus het houdt niet op. We moeten gewoon kiezen om hiermee te stoppen. We moeten kiezen om de maatregelen op te heffen en weer te gaan leven. En daarom doe ik ook een oproep aan alle mensen. Word wakker, haal die prikken niet en geef je vrienden en familie een extra dikke knuffel. Vier het kerstfeest en het leven.
Mevrouw Pauverwij van Ja 21. Denkt de heer Jansen dat het OMT in complottheorieën gelooft? De heer Jansen. Ik weet niet precies wat er in die mensen omgaat. Ik heb net geprobeerd om met Jaap van Dissel een gesprekje te voeren en dat was niet mogelijk. Hij deed heel raar en boos, terwijl we probeerden het gewoon over feiten te hebben. En hij wou niet reageren op, en ik wil die papers ook wel toesturen, maar er zijn echt, die heeft u misschien ook wel gezien, er zijn tal van papers die statistische analyses maken van deze maatregelen. Dat die laten zien dat die lockdowns en de mondkapjes en social distancing, dat dat niet of nauwelijks effect heeft op de verspreiding van het virus. En daar stond hij in elk geval niet voor over, totaal niet voor open. Werd er zelfs een beetje bozig over. Vond het heel raar, vond het een beetje onprettig eigenlijk. Mevrouw Pauverwij. De reden dat ik die vraag stel is omdat de heer Jansen nu zegt dat Forum voor Democratie de enige is geweest die gewaarschuwd heeft voor een lockdown in het najaar dit jaar. En dat verder niemand dat heeft aanzien komen. Nou weet ik toevallig dat het OMT het van het voorjaar vlak voor de zomer al had over het zogenaamde najaarseffect. En dat we ons daar zeer bewust van moesten zijn. Omdat als we daar te weinig op zouden anticiperen, dat er dan mogelijk weer ernstige maatregelen in zaten. Daarom heeft mijn fractie ook toen al opgeroepen, kom met verschillende scenario's, ontwikkel die, want anders zitten we straks weer in een lockdown. Dus mijn vraag is eigenlijk, u brengt het een beetje als, dat is toen afgedaan als complottheorie. Ja. Ja, volgens mij heeft het OMT zelf erop gewezen, is het toen onder andere door mijn fractie, maar ook door andere fracties ook over begonnen. Dus geloven wij dan ook in die complottheorieën? Gelooft het OMT in die complottheorieën? Hoe ziet u dat? Heer Jansen. Ik zou dan de berichtgeving van die tijd weer even moeten op naslaan. Maar wat ik me herinner inderdaad was dan, we moeten nu allerlei maatregelen nemen of anders. Dat was een beetje de stemmingmakerij. Terwijl, dat was nou juist het hele punt van net. Het gaat helemaal niet om die maatregelen. Het gaat gewoon over een seizoensgriep die ieder jaar terugkomt. En dat werd afgedaan als een complottheorie. Dus ja, wellicht zit daar de nuance in. Maar het feit dat dit een terugkerend seizoensvirus is, dat werd continu afgedaan. En men zei van ja, voor de zomer, als we nu maar genoeg prikken zetten, dan is het voorbij. Dat was in elk geval wat toen men toe zei. Dank u wel, meneer Jansen. Dank u wel.